Welkom bij weer een nieuwe video. Een koffiebreek video vandaag. Een korte video dus, waarin ik snel iets uitleg. Uh, leuke dingetjes laat zien, kleine projectjes die je snel even kunt maken. Maar voor jullie een korte video om tussendoor eventjes te kijken bij een kopje koffie of bij een kopje thee. Uh, vandaag heb ik een hele leuke label voor jullie. Ik heb al eens verteld dat ik mijn labels meestal zelf maak. Natuurlijk kun jij labels kant en klaar kopen. Maar ik heb hier een label gemaakt van... Acetaat, dat is dat micavel, uh, dat doorzichtige plastic. Het is vrij stevig plastic wat ik hier gebruik. Maar misschien heb jij wel een reststukje liggen. Nou, wat kun je er dan mee doen met dat reststukje? Uh, dan ga je daar een leuke tag mee maken. Uh, die kun je dan gebruiken om washi tape omheen te wikkelen. Misschien ga je op vakantie, neem je je junk journal mee. Of je neemt een ander project mee. Je wilt niet al die rolletjes washi tape meenemen. Want het neemt best wel veel ruimte in beslag. Nou, dan kun je die, uh, die washi tape kun je om dit kaartje... Heen gaan wikkelen en uh, op deze manier kun jij dan zo'n kaartje mee gaan nemen. Heb jij je washi tape bij de hand, hoef je die al die rolletjes dus niet mee te nemen. Maar natuurlijk is dit ook heel leuk om als decoratie in jouw junk journal te stoppen, of misschien maak jij wel uh, sneeuwmail, happy mail. Uh, hoe leuk is het om zo'n kaartje erbij in te stoppen om dit dan weg te geven aan iemand? Het is gewoon een leuke touch die jij dan geeft aan jouw project. Dus uh, je kunt het als gebruiksvoorwerp gebruiken. Maar natuurlijk is dit ook leuk om voor de sier uh, ergens toe te voegen. Nou, ik heb uh, heel simpel stroken gesneden van, uh, van die Mica vellen. En uh, mijn strook heb ik gesneden op 2,5 inch. Uh, dat heb ik heel bewust gedaan omdat ik dan deze pons kon gebruiken. Deze pons is van vasen. Uh, je kunt hier de bovenkant van een tag mee maken. Er zijn verschillende ponsen hiervan uh, verkrijgbaar. Ik vond deze heel mooi met die geschulpte rand. Maar er is er ook eentje die is veel strakker met uh, met hoeken. Uh, de gaatjes die worden al geponst. Ik zal hem even omdraaien dan kun je het zien. Hij pons dus dat mooie gewelfde wat hier aan de bovenkant zit. Het gaatje wordt er al in geponst. Dus je kunt hier ook uh, een lintje doorheen gaan doen. Uh, je kunt hier een draadje, ik heb hier toevallig jute touw, even een stukje ervan afknippen. Eenvoudig door dat gaatje heen. Je kunt er op deze manier kun je daar hele leuke ja, touwtjes aan doen. Je kunt er lintjes aan doen. Dit is dus echt decoratie. Het is echt niet moeilijk. Um, je kunt de labels zo lang maken als jij wil. Uh, dat maakt voor deze pons niet uit. Hij ponst alleen de bovenste gedeelte. Um, je kunt met deze pons kun jij een tag maken op 2,5 inch, dat is de grootste. 2 inch en 1,5 inch. Je schuift ze er heel gemakkelijk in. Er zitten gleufjes. Het blijft dus goed vastzitten. Je ponst en je hebt een bovenzijde van het tek. Dus de onderzijde kun je zo lang laten als jij wil. Nou, en dan de washi tape. Je wikkelt het er gewoon omheen. En het maakt eigenlijk niet uit uh, ja, hoe vaak jij het doet. Het is maar net misschien hoeveel ben jij nodig. Denk je nodig te hebben. Uh, hou er rekening mee als je dit weggeeft. Dat je, ja, dat je wel... Uh, er een toch een hoeveelheid omheen doet. Een ander moet er immers wel wat aan hebben. Nou, wat ik even doe. Ik leg hem even iets neer. Ik leg hem voor mij neer. Dan kan ik iets uh, beter bepalen dat ik hem recht plak. Uh, jullie weten, ik ben links. Dus misschien dat jullie andersom moeten werken. Ik probeer de eerste zo recht mogelijk erop te plakken. Ik vouw deze naar binnen toe. En ik begin gewoon heel voorzichtig te wikkelen. Ik probeer zo... Recht mogelijk te gaan lukt het niet helemaal, lukt het niet helemaal, het is handwerk en je gaat gewoon een aantal keer. Ga jij hier omheen en hoe vaak je dat doet, ja, dat is geheel aan jou. Heb je een hele grote rol washi tape en wil je dat delen met iemand, ja, dan kun je misschien best wat uh, vaker eromheen gaan. Nou, en als jij dan klaar bent, je denkt nu heb ik genoeg pak je gewoon je schaar, je knipt het af, je vouwt het laatste restje eromheen en op deze manier maak je heel eenvoudig washi tape op van dit soort leuke kaartjes. Dus ideaal als decoratie uh, leuk om weg te geven, maar vooral ook uh, ben je bezig met een projectje, dan is dit veel handiger om mee te nemen. Uh, misschien ga je wel bij een vriendin aan de, aan de hobby, uh, dan is dit natuurlijk veel gemakkelijker mee te nemen dan al die losse rolletjes washi tape. Nou, ik hoop. Dat jullie dit uh, toch een leuk ideetje weer vonden. Uh, vind je dit een leuk idee? Geef eens een duimpje omhoog. Heb je vragen? Stel ze mij gewoon. Abonneer je vooral op mijn YouTube kanaal... om geen enkele video meer te missen. Klik je op dat belletje... dan krijg je ook een melding... zodra er weer een nieuwe video online is. Elke woensdag, elke zondag... komt er sowieso voor mij een video online. Maar ik probeer ook tussendoor... al die leuke, korte video's voor jullie te maken. Ik heb er in ieder geval ontzettend veel plezier aan... Om die video's voor jullie te maken en ik hoop dat jullie ze ook leuk vinden. Laat het mij ook vooral weten. Er is een ruimte waar jij opmerkingen kunt plaatsen. Zet daar ook vooral je opmerking neer. Uh, ik lees ze allemaal met superveel plezier. Ik vind het ontzettend leuk om dat allemaal te lezen. Uh, bij deze dank je wel alvast voor jullie reacties en dank je wel voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie snel terug bij een volgende video. Doeg.